Mijn naam is Dick Middelweert. Ik ben de chef-kok-eigenaar van restaurant De Treeswijkhoeven. En afgelopen november hebben we een tweede Michelinster mogen ontvangen. Wij laten ons inspireren door de seizoenen bij het maken van de menukaart. Achter bij de keuken beschikken we over een kleine moestuin waar wij groenten zelf telen. Dit zijn de courgettes die wij gebruiken. Die oogsten we eigenlijk zo jong mogelijk. Die verwerken wij meestal rauw. In hele dunne plakjes, ook op gerechten. Heel gezond. Voor de rest halen we veel producten op uit onze omgeving. Bij boeren die ons ook daarbij helpen en adviseren. Goedemiddag. Ik wilde graag een oude kaas. Het is het product. Hè, dus er zit altijd nog een verhaal aan vast. Hè. Ingrediënten die we gebruiken regionaal. Mensen vinden het leuk om te horen dat een kaas van de Gennepproef afkomt. De kracht van de Treeswijkhoeven is denk ik de beleving die de mensen hier krijgen. Werken we dan ook veel met onze Koreaanse designer. Die ontwikkelt lepels, die ontwikkelt eetmaterialen. Bepaalde gevoelens stimuleren in je mond, zeg maar. Bepaalde prikkelingen die je normaal zeg maar, niet krijgt als je iets eet. Naast dat je hier lekker kunt eten, hebben we nog een andere innovatie. Dat is onze Trace voor Thuis. Dat is een kant-en-klare afhaalmaaltijd. Maar wel met een hele gezonde inslag. Ik ben ervan overtuigd dat de afvalmaaltijden die nu te koop zijn zeg maar, in de reguliere winkels, niet voldoende groentes bevatten. Veel te veel zout, veel te veel vet, veel te veel suikers. En dat aanbod van een gezonde maaltijd, die is er gewoon niet. En ik denk dat we daar in een gat in de markt zijn gesprongen. Dit maken we onder andere van de kaas van de Gennepproeven. Dit is een kroephoek. Die serveren als mensen binnenkomen, dan krijgen ze dit. Dan kunnen ze lekker dippen met tomaten en basilicum. We hebben heel veel producenten in onze provincie die hele mooie producten maken, waar we met z'n allen heel trots op kunnen zijn. Alleen het probleem zit hem wel in, hoe kunnen wij die producten bij ons in het restaurant in de keuken krijgen? Eigenlijk zou er gewoon een grote organisatie met een groot logistiek apparaat dat op zich moeten nemen. En ik denk ook dat als dit euvel wordt opgelost, dat er veel meer restaurants lokaal gaan werken, zeg maar. Ik merk gewoon met de tweede ster is onze regio ook verbreed. Hè, vroeger zaten wij meer met gasten uit Eindhoven en uit Valkenswaard en uit die regio. Maar door zijn tweede ster is onze regio ook veel breder geworden. We komen mensen uit Breda, we komen mensen uit Venlo, er komen mensen uit Den Bosch. En ik denk dat je olievlek veel beter uit kan spreiden. Hè, waardoor je meer gasten binnen kan krijgen.